Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes, ik heb deze kasteelachtige gebouw heb ik voor jullie gemaakt. Het is niet zo heel erg moeilijk. Het is ja, gewoon volgen hoe ik het maak en dan heb je dit ook simpel gemaakt natuurlijk. Dus ja, wat heb je allemaal voor nodig? Je hebt hiervoor nodig keien, keien-trappetjes. Stenen trappetjes, gebuitelde bloksteen, blokstenen platen, ramen, baksteen en wat eikenhouten hekjes. En ja, wat fakkels voor binnen, voor de binnenkant, eikenhouten platen voor de binnenkant. En dat was het wel wat je allemaal hiervoor nodig hebt. Ik zou zeggen, geef de blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan, ja, zou ik zeggen, here we go. En we beginnen als allereerst met een kei. Die zetten we één neer, slaan één over en die zetten we weer eentje neer. Doen we aan allebei de kanten nog één kei. Doen we een eikenhouten deur aan de binnenkant. En dan pakken we nog keien, die doen we één en twee, drie en vier. Doen we naar voren toe. Dan gaan we naar de zijkant. Doen we 1, 2, 3. En 2 gladde stenen platen. Dezelfde kant voor de andere kant. Doen we 1, 2 en 3. En dan 2 gladde stenen platen. Mooi op elkaar. Dan pakken we de keien. Doen we 1, 2, 1 en 2. En de keitrap komt bovenop de deur. Dan gaan we met de keien. Doen we 1, 2, 3. Twee keer op elkaar. Deze kant doen we dat ook. 3. En 3. Zo mooi op elkaar. Dan pakken we de keientrap erbij. Doen we 1, 2. 1 en 2. Dan gaan we eentje naar binnen toe. Zo. En dan weer 1, 2. 1 en nummer 2 komt daar zo. En dan gaan we hier eentje op zijn kop zo zetten. En dan zetten we nog 1 en 2 daar weer bovenop. Dan halen we die eentje weg. En zo. Dan pakken we de keien, die zetten we hier mooi achter neer. En zo, die komt zo. En die komt weer zo. Dan gaan we hier aan de zijkant. Doen we 1, 2 en 3. 1, 2 en nummertje 3 komt daar. En dan sluiten we hem hier af. Aan de andere kant doen we hetzelfde. 3, 3 en dan sluiten we hem daar mooi af. Dan gaan we met de gladde steenplaat. Gaan we even hoog als de muur. En aan deze kant ook weer even hoog als de muur. Dan heb je nu mooi dit gemaakt. Dan pakken we gelijk weer de keien erbij. En die doen we hier. 1, 2, 3. 1, 2 en 3. En dan sluiten we hier eentje af. Deze kant ook weer. 3 en 3. En we sluiten hem daar mooi af. En dan komt hier in het midden komt ook een mooi raampje. Dus die doen we zo. En deze maken we mooi dicht. En deze kant maken we ook mooi dicht. Dan heb je nu dit gecreëerd. Dan pakken we de gladde steenplaat. En die zetten we weer bovenaan de muur. Aan deze kant doen we hetzelfde. Tot aan de bovenkant van de muur. Dan pakken we de stenen trap erbij. Die zetten we eentje tegen de muur aan. Onder de raam. Nee, dat is daarboven. Zo. En deze komt ook weer hier zo. En dan zetten we eentje normaal er tegenaan. Dus één normaal er tegenaan. En dan één. En twee komen aan deze kant.
Als we dit hebben gedaan, dan pakken we een eikhout hekje. En die zetten we er 3 naast elkaar. En 3 komen weer daarnaast elkaar. Als we dit hebben gedaan, halen we hier 1 weg. En dan zetten we hier een keientrap neer. En deze kant doen we hetzelfde met een keientrap. Doen we er zo tegenaan. Dan doen we hier zo boven nog 1 laag van keien. En dan nog 2 stenen, gladde stenen platen. 1 en 2 daar weer tegenaan. Dan pakken we de keientrap, die zetten we op zijn kop er tegenaan. En dan slaan we er steeds 1 over. Zo. Die plaatsen we daar. En die plaatsen we weer daar zo. Als we dit hebben gedaan, dan pakken we de keientrap nog erbij. Die zetten we er tegenaan. En die zetten we overal zo hetzelfde neer. Zo. Die komen allemaal daar. Hop. En die komt dan daar zo. Hoppa. Dan heb je nu mooi dit gemaakt. Dan pakken we nog glas erbij. Of een glasplaat. En die vullen we dan gewoon hierin met de ramen. 1, 2. 1 en 2. En uiteraard hier ook weer hetzelfde. En zo. Oké, dan hebben we nu de voorkant hebben gemaakt. Dan gaan we naar de zijkant toe. Of tenminste, we slaan even hier naar de zijkant. Pakken we de keien, doen we 1, 2 en nummertje 3. Komt dan daar zo. En die maken we zo mooi dicht. Helemaal naar boven toe. En dan gaan we beginnen beneden. En dan doen we 1 naar achter. 1, 2, 3, 4, 5 en nummertje 6 komt dan daar zo. En dan sluiten we hem hier ook weer af met een gladde stenen plaat. Oké, pakken we de raam erbij. Nu slaan we hier 1, 2 blokken over. Doen we 1, 2, 1 en 2 daar tegenaan. Pakken we hier de keien. Doen we 2 hoog. Hetzelfde als de raam. Dan pakken we een keientrap erbij. En die keientrap zetten we hier tegen de raam. Of naast de raam. Op zijn kop neer. En dan doen we nog 1. En dan een rij keien nog hier bovenop. 1 en 2. En zo. En dan pakken we weer de keientrappetjes. En met die keientrappetjes die zetten we hier tegenaan. Tot aan hier zo. En dan pakken we de gladde stenen plaat. En die zetten we weer helemaal bovenaan de muur. Dan pakken we weer de keientrap. Die zetten we hier op zijn kop er tegenaan. En die komt dan weer daar tegenaan. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pakken we weer de keien. Doen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doen we naar deze kant toe. En dan doen we hier ook weer de gladde stenen plaat 1 en 2. Oké, deze kant doen we eigenlijk hetzelfde ook weer helemaal naar achteren toe. Totdat je aan de hoogte zit van de andere kant. 2 gladde stenen platen. En met de keien trekken we deze ook weer helemaal mooi naar achteren toe. Zo, oké. Nu hebben we dit zo mooi gemaakt. Dan pakken we hier nog met de keien. 1 laag gaat nog helemaal omhoog. En dan doen we nog een laag. Hoppa. Dan hebben we gewoon hier een muurtje van 3 stuks. Dan hebben we hier een mooi dakje, zeg maar. Hop. Ook weer van 3 breed. Doe hier zo, doe eigenlijk hetzelfde als aan de voorkant, aan deze kant zeg maar. Gewoon 2 mooie raampjes erin. Dus dan 1 en 2.
En die trekken we helemaal naar boven toe. 1 en 2. En dan sluiten we hem hier mooi af. Dan hebben we hier weer een mooie raam. Die zetten we weer 1, 2 daar bovenop. Oké. Okay. En op deze hoek doen we een kei. En dan met de keientrap, die zetten we weer daar mooi tegenaan. En dan doen we 1 keientrap doen we hier nog aan de onderkant. Dan gaan we hier weer verder met deze kant. Doen we een kei. En daar weer een kei. En deze maken we mooi dicht. Hier een kei. En dan hebben we hier weer een raam van 2. 1 en 2. En dan met de gladde steenplaat, die zetten we weer daar mooi tegenaan en bovenop. Dan doen we hier hetzelfde aan de andere kant. 1, 2. Deze kant 1 en 2. En dan hier zo weer 1. Ja. En 2. Dan hebben we hier een raam van 2 en een raam van 1. Zo, die maken ook weer 3 hoog. En dan vullen we deze ook zo mooi in. En dan vullen we gelijk hier de raampjes bij in. En 2. En hier komen ook nog 2 mooie raampjes. Gladde steenplaat, zo mooi omhoog. En dan doen we hier zo, trekken we deze ook mooi door gelijk. Dan weten we gelijk hoe hoog de steenplaat moet worden. Zo. En die komt daar. Deze trekken we hier naartoe. En deze ook weer natuurlijk uiteraard hier naartoe. Hop. En die doen we daar. Zo. Dan doen we hier gelijk de bovenkant zo mooi erbovenop. Dus ook weer hier met de keientrap doen we om en om. Daartegenaan. En zo. Hier ook weer om en om. Daartegenaan. Daar een. Daar en daar. En daar eentje. Hoppa. Oké. Okay. Dan doen we hetzelfde als aan deze kant. Hier zetten we een blok neer. En dan zetten we de trappetjes weer zo mooi tegen elkaar aan. Eén blok. En dan hier weer de trappetjes. Zo mooi tegen elkaar aan. 1, 2 en 3. Een blok. En dan weer de trappetjes. Hoppa. En dan zetten we hier nog als laatste weer een blok neer. Kijk, dit is wel een gaaf iets aan het worden. Dan zijn we aangekomen aan deze zijkant, zeg maar. En met deze zijkant plaatsen we keien neer. Doen we hier 1, 2, 3, 1 en 2. Doen we 2, 2 en dan een gat van 2 zetten we daar neer, zeg maar. Dan gaan we hier nog 2 keien neerzetten. 2 keien en hier ook weer 2 keien. Komen eikhouten deurtje komt hier zo. 2 aan de binnenkant. En dan 2 keitrappetjes komen hier weer bovenop. Als we dit hebben gedaan, pakken we de keien weer. En die zetten we hier zo 3 bovenop elkaar. 3 bovenop elkaar. En dan sluiten we hem hier af met 1. En dan plaatsen we hier ook weer de mooie raam. Gladde stenen plaat. Die komt dan hier aan de bovenkant. De keien zetten we. Even kijken hoor. Zetten we hier 1 er tegenaan. Hop. Die zetten we daar. Die zetten we daar. En dan maken we hier dadelijk ook een mooi dakje van.
Ook hier om en om de keitrap. Keitrappetje hier. Hier komen nog gladde stenen platen. Een keitrap op zijn kop. En dan hier ook weer hetzelfde. Keitrappetjes op zijn kop. Daar tegenaan. En dan aan de bovenkant weer. En zo de trappetjes. Een blok. Trappetjes zo aan de bovenkant. Een blok. En dan hier ook weer de trappetjes aan deze bovenkant. Dit is niet zo mooi, dus we maken hier gewoon een blok van. Hoppa. Oké, en dan hier zo plaatsen we ook weer een blok. Dan doen we hetzelfde als aan de voorkant. Dus dan gaan we even kijken waar alle ramen komen. En zo, 1, 2. Slaan we 1 over, dus zeg maar gewoon 2, 1 overslaan, 2, 1 overslaan en 2, 1 overslaan. En dan hebben we hier nog eentje. En die plaatsen we allemaal zo mooi naar boven toe. En dan doen we 1 en 2. En zo, 1 en 2. En die komen dan daar zo. 1, 2. En dan maken we deze alvast allemaal mooi dicht. Hop. Dan hoef je hier alleen nog 1 te plaatsen zo. En hetzelfde geldt voor deze kant. Hoppa. Twee, twee en twee. Twee aan deze kant. Twee aan deze kant. Nice. Dan pakken we de glasplaat. En die zetten we overal mooi erin. Oké, hebben we dit gedaan? Dan pakken we de stenen trap en die zetten we overal zo tegenaan. Dat doen we alleen aan de bovenkant. En dan zetten ze allemaal weer zo schuin daar weer tegenaan. En aan de andere kant doen we dat ook. Schuin er tegenaan. Zodat dit allemaal mooi wordt afgewerkt. Dan met de eikhout hekje plaatsen we helemaal zo aan de bovenkant. Oké, dit is niet zo mooi, dus deze trekken we zo en die plaatsen we nog eentje zo mooi neer. Hoppa. Nice. Als we dit hebben gemaakt, dan gaan we hier aan het dak beginnen. Tenminste aan het dak, het is gewoon met keien overal mooi dichtmaken. Zo, die komt daar en daar. En die maken we overal zo mooi tot het dak helemaal mooi dicht is. Eén, twee en drie. En hetzelfde geldt voor deze kant. Hop. Nou, kom. Hier. En dan de laatste twee rijtjes. 1, 2. En deze komt hier naartoe. En dicht. Hij is dicht, yay! Nice, oké, ik vind het wel een tof eruit zien. Maar we gaan verder aan de binnenkant. En voor de binnenkant hebben we wat platen nodig. Even kijken hoor, eikhout plaat heb ik nodig. Je kan natuurlijk ook een ander soort kiezen.
Ja, maar ik kies gewoon voor de eikenhouten platen. Dus ik zal deze hele onderkant zal ik even helemaal weghalen. En dan ben ik zo weer bij jullie. Ja, ben ik zo weer bij jullie terug. En in de tussentijd. Oh, dan maak ik deze muur ook nog af. Het is dezelfde als de onderkant, zeg maar. En ik doe gelijk een tweede verdieping. Doe ik zo op deze hoogte. Doe ik ook even er tussenin. Nee, op deze hoogte. Ja, op deze hoogte. Hoppa. Want dan ja, hebben we gelijk een tweede vloer erin. Dus dat ga ik even doen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, nu de vloer erin ligt, maken we gelijk even wat licht. Zo, dit doe ik zo random. Zo even naast de ramen. Zo, die komt daar. En dan 1 en 2 aan deze kant. Zo, hoppa. Oké, dan hebben we hier een beetje licht gemaakt. En dan gaan we hier een trap naar boven maken. We beginnen gewoon aan deze kant. Doen we 1 en 2. Zo. En dan gaan we trapsgewijs gewoon zo mooi naar boven toe. Hop, die komt daar. Die komt hier zo. 1, 2. 1 en 2. Dan halen we hier die platen weg. Zo. En dan gaan we hier zo 1 en 2 naar boven. En dan halen we dit allemaal zo mooi weg. Hop. Ik denk dat dit wel genoeg is. Okay, dan kun je zo mooi onderdoor lopen en terug. Ja, oké. En dan plaatsen we hier nog deze platen weer terug daarin. Okay, dan hebben we een trappetje naar boven gebouwd. En ook hier zo ja, plaatsen we uiteraard wat fakkels. En hier komt nog één raampje in. Wat was ik nog even vergeten? Plaats genoeg fakkels. Zo. Zodat hier geen mops kunnen komen. Dan doen we nog een eikenhout hekje. Doen we hier om het trappetje heen. Zo, zodat je niet in één keer naar beneden valt. Als je in één keer doorloopt, zeg maar. En dan gaan we nog wat, ja, wat dingetjes neerzetten. Een eikenhout hekje hebben we nog nodig. En wat tropische bladeren. En misschien wat bloemetjes. Dat maakt het wat kleurrijk, zeg maar. Rozenstruiken en pioenroos ga ik hiervoor gebruiken. Oké, twee eikenhout hekjes. En zetten zo mooi die bladeren daar tegenaan. Dan krijg je gelijk een soort kleurtje in je huis of tegen je huis aan. Ja, dat maakt het gelijk een stuk vrolijker, vind ik altijd. En dan plaatsen we hierboven ook nog even twee eikenhout hekjes. Op. Met twee blaadjes daar weer tegenaan. Zo. En dan kunnen we hier uiteraard ook doen. 1, 2, hop. 2 en een hekje er tegenaan. En de rozenstruiken kunnen we hier op de hoeken zetten. En dan misschien wat pioenrozen zo er tegenaan. Hop. Hoeft niet overal. Maar het kan gewoon een beetje random zo zijn ook. Oh, hoppa. Oké, ja, dan maak ik gelijk weer een mooi kleurtje in je huis, tegen je huis aan natuurlijk. Dus je zet overal een paar rozenstruiken neer, pioenrozen, hop, gewoon lekker er tegenaan zetten. Waarom ook niet? Ja, en dan met het eikenhout hekje kunnen we hier nog even een soort pad maken, zeg maar. En zo, die zetten we hier. Die zetten we hier zo, wel. Gelijke hoogte natuurlijk. Hop. En dan kunnen we hier nog wat met grind of een ander soort, een ander bloksoort er tegenaan zetten. Misschien wel stenen bakstenen gewoon. Stenen baksteen. En die ja, hebben we hier ook gelijk een mooi pad. En zo. Die komt daar, daar en die komt dan mooi hier zo. En dan kunnen we hier misschien nog drie weghalen. Hier nog drie weghalen. En dan hebben we hier nog een mooie,
Gebeitelde baksteen. Yes, 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Hoppa. En dan maak ik het gelijk wat chiquer, wat vrolijker. Met deze steentjes er tegenaan. Oh ja, dan moet ik hier alleen nog even een. Nog de deur terugplaatsen, natuurlijk. Hop. Anders is het een beetje raar als je daar één grasblok over laat staan, natuurlijk. En dan is het helemaal af. Ik zou zeggen, geef de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende video maar weer. Laters!